Ik heb 90 minuten lang gedacht dat ik matchwinner zou zijn van deze wedstrijd. Maar helaas, ja, laatste minuten, je zag wel dat ze gevaarlijk werden en ze scoorden ook één keer. Die werd afgekeurd. Nou, dan denk je, yes, we gaan er winnen. En dan ja, laatste minuut nog een penalty krijgen ze. En die schiet ze dan ook in. Super zuur gewoon. Want ja, je staat de hele wedstrijd voor bijna. En dan wil je hem ook gewoon winnen. Hoe kan dat gebeuren? Ik denk zelf dat we 80 minuten, 70, 80 minuten lang echt wel gewoon goed hebben verdedigd. Dat ze bijna geen kans hebben gekregen. En daarna zie je dat ze toch een paar keer een kans krijgen met een schot op doel. En dan ja, misschien dat er bij hun wat gaat geloven. En dat wij denken van ja, we moeten koste wat koste die nul houden. En misschien is dat wel ja, dat je dan te veel verdedigend speelt. En daardoor misschien je eigen spel kwijtraakt. Waardoor zij uiteindelijk toch nog die kansen krijgen. Ja, en je had het eigenlijk al eerder kunnen beslissen. Want laten we even naar het moment gaan waarbij jij bijna je tweede had gescoord. Ja, de bal werd weer teruggelegd. En ik dacht in de eerste helft ging dat goed. Laat ik het nog een keer proberen. En ja, ook bij deze dacht ik, hij was goed. Ja, keeper zat er, die grabbelde een beetje. En daarna dacht ik oprecht dat hij over de lijn was. Maar helaas, de grensrechter en de scheid zag erbij dat anders. Ja, dus dan wordt het weer heel moeilijk, want je ziet wat je al zegt, eigenlijk de laatste 10 minuten. Ja, het team is het dan kwijt. En dat is zo vaak al zo in de afgelopen wedstrijden. Word je daar ook moedeloos van? Ja, jij bent dan niet meer in het veld, maar aan de kant? Ja, moedeloos is misschien niet het juiste woord. Dat word je niet zo snel, denk ik. Maar je wordt er wel inderdaad een beetje gek van. Dat je denkt van, nou, kunnen we hem ook een keertje gewoon eerder beslissen? Want we hebben vandaag wel... Nou, genoeg kansen gehad om 2-0, 3-0 voor te komen. En ja, als het 2-0, 3-0 staat, dan is het eigenlijk al beslist. En dan kunnen ze niet in de laatste minuut nog gelijk maken. Maar helaas belonen wij onszelf telkens niet. Ja, en dan denk je wel van ja, doe dat nou alsjeblieft wel een keertje. Ja. Zo wordt deze wedstrijd ook een stuk leuker als je dat doet. Ja, want kunnen we stellen dat jullie dus 2 punten hebben verloren? Ja, ik denk dat we vandaag absoluut 2 punten hebben verloren, ja.